We zijn hier bij Rolof op de Eurobike 2024. Er zijn wel een paar wijzigingen gekomen. Ja, niet veel. De gearbox blijft eigenlijk hetzelfde. Alleen hebben ze besloten van de versies te verminderen. Hier zit de interne bediening met de twee kabeltjes. Dat gaat weg. Vanaf heden is er enkel externe bediening waar dat ook de elektronische hub op zit, zoals hier staat. Dus de Rolof blijft altijd verkrijgbaar met kabelbediening of elektronisch. Hè. Zoals je hier ziet, je kan hem dan elektronisch gaan schakelen en zelfs koppelen met een e-bike systeem, zoals hier met de Bosch. Nu is het wel zo, voorheen kon het ook met Bosch e-bike systeem gekoppeld worden. Bij Smart kan het nu dus ook. Maar alleen om de versnellingen startversnellingen in te stellen, heb je een app nodig van Rolof. Dus vroeger kon je het gaan instellen, de startversnelling, op het Bosch systeem. Vanaf heden kan het niet meer als je een fiets hebt Rolof met Smart. Dan moet je een app downloaden en dan kan je daar gaan kiezen. Oké, ik wil de startversnellingen hebben, de 7. Bijvoorbeeld als je stopt aan een kruispunt, gaat hij automatisch naar 7 gaan. Je kan ook de schakelknoppen, de plus of de min gaan wijzigen. Op of afschakelen kan je de keuzeknop gaan kiezen, welke dat je wilt. En multishift kan instellen, kan die ook uitstellen als ingesteld staat. Dat wil zeggen, als je de knop inhoudt, gaat hem direct 3 versnellingen tegelijk. Voor de rest in de app heb je nog wel wat leuke dingen. Kan de schakeling gaan kalibreren. Als je toch problemen zou hebben met het schakelsysteem, kan je kiezen schakeling kalibreren. Kan nieuwe firmware updaten via de app. Een diagnose zenden naar Rolof als je problemen zou hebben. En eventueel foutcodes gaan lezen die er op het systeem zitten. En dan zit er ook nog eens een handboek in waar je het volledig de handleiding in uw taal hebt. Dus zeer leuk. De bediening van de app is heel simpel. Connecteren is gewoon het systeem inschakelen en binnen de 3 seconden de app met de Bluetooth aan je telefoon ernaast houden en is hij geconnecteerd. Nog een belangrijke wijziging is dat voor de oliewissel heeft Rolof besloten van niet meer 25 milliliter in de hub te doen. Bij een oliewissel maar enkel 12,5. Op dit moment hebben ze nog altijd wel de 25 milliliter flesjes. Die worden aangepast naar 12,5. Dus als je nu een oliewissel gaat laten doen, eind 2023, en vanaf eind 2023, dan zal er 12,5 milliliter in de hub moeten. Dus Rolof blijft fantastisch. Het is bewezen. Ze wijzigen niet heel veel, gewoon omdat het zo goed is.